passie? Of überhaupt een hobby? Nou, het is een fulltime job. Ik ben Frederik Madla, 25 jaar en hockeyster bij Den Bosch en Nederlands Elftal. Als klein meisje was ik vooral heel veel aan het hockeyen. Dus elke vrije minuut stond ik op het hockeyveld of met mijn beste vriendinnetje of bij mijn moeder. Die speelde zelf ook. Ook met mijn hond, die ging dan ook ging ik mee lekker pielen op het hockeyveld en moest hij de bal proberen te pakken. En op een gegeven moment vond ik het zo leuk dat ik het zoveel wilde doen. En toen kwam ook de ambitie naar boven om het allerhoogste niveau daarin te bereiken. Op dit moment is mijn grootste passie nog steeds mijn hockey. Ziel en zaligheid stop ik daarin. Maar ik vind het ook heel belangrijk om bijvoorbeeld mijn universiteit af te ronden. Om zo na mijn carrière een mooie maatschappelijke carrière op te gaan bouwen. En daarnaast is familie, vrienden en mijn vriend zijn heel belangrijk voor mij. Naast mijn hockey vind ik andere sporten heel leuk. Het variëren daarvan, dus ik vind tennis leuk, ik vind padel leuk. Dat speel ik allemaal daarnaast ook. Aan mij merk je dat ik een winnaarsmentaliteit heb door... Ik denk dat ik heel stoïcijns ben. En daardoor gewoon echt ga voor mijn doel. En heel effectief, dus van A naar B. Niet via van alles en nog wat. Ja, alles daaraan doen zodat we of ik daar kan komen. En niks wijkt daarvoor. Dus ook als er iets van een tegenslag is, weg aan de kant en we moeten door, want we hebben een doel voor ogen. En die zie ik altijd heel duidelijk, denk ik. Mij inspireren andere grote topsporters. Zlatan Ibrahimovic is een beetje oud misschien nu, maar de uitschijn die hij had en de uitspraken die hij daarbij deed, dat vond ik echt top. Maar ook zoals Mathieu van der Poel in het wielrennen is, of zoals Sven Kramer of Irene Wüst altijd in het schaatsen waren, dat zijn wel echt inspiraties binnen sport. Ik ben het meest trots op mijn Olympisch gouden medaille uit Tokio, inclusief de topscorer die ik daar heb mogen zijn. Dus 5 jaar alles ervoor gedaan en gelaten tot ik daar mocht staan. Helaas voor een leeg stadion, maar dat is toch wel de prestatie. Komende zomer staat het WK op het programma, dus daar wil ik wel een gouden medaille weer winnen. En op de iets langere termijn is Parijs 2024, Olympische Spelen. Hopelijk in een vol stadion en in een Holland Heinekenhuis, die we in Tokio natuurlijk allemaal gemist hadden. Met heel veel publiek, vrienden en familie die daar ook naartoe kunnen reizen. Dat lijkt me heel bijzonder om daar te staan en daar hopelijk een gouden medaille te pakken. Parallel aan die nog een extra Olympische droom loopt een master afronden en mijn bachelor deze zomer afronden. Ik hoop daarna heel veel plezier ook terug te vinden in mijn werk. En dat moet ik ook nog een aantal jaar doen daarna. Op mijn bucketlist staan vooral nog een aantal reisjes. Dus ik heb een heel aantal landen al mogen zien, ook met familiereizen. Maar er staan wel nog een aantal landen op mijn lijstje, zoals een Sri Lanka of Colombia, die mij heel erg trekken en waar ik nog wel een keer naartoe zou willen. Maar dat zal denk ik na mijn hockeycarrière zijn.